De federatie van afleggers in Suriname heeft gisteren voor de 9e keer de Dinari Day gevierd. Het doel van deze dag is de saamhorigheid onder de verschillende afleggersverenigingen te versterken en ook ervaringen met elkaar uit te wisselen. 26 verenigingen hebben deelgenomen aan deze Dinari Day. Dit jaar lag de organisatie in handen van de vereniging Grand Masanga. Volgens Gerold Eingaard, waarnemend voorzitter van de federatie, is het thema voor dit jaar Vosting. Er is hiervoor gekozen om ervoor te zorgen dat alles van vroeger niet verloren gaat. De jonge afleggers worden zodoende bewust gemaakt van hoe het vroeger aan toe ging. Daarom is het belangrijk om zo'n dag te organiseren, zegt Eingaard. Het belangrijkste wat we daar is op deze dag doen is een dag, is de enige dag waar dinaris met elkaar samen kunnen zijn en een gezellige dag maken voor het werk dat ze de afgelopen jaren hebben gedaan of jaren hebben gedaan met elkaar en voor elkaar. Dus dit is de dag waar ze eigenlijk vrij af zijn om een dag voor zichzelf te hebben om als broeders en zusters met elkaar door te brengen. Het verschil dit jaar is dat er meer is gezongen dan dat er een band voor de muzikale begeleiding zorgde. De saamhorigheid was hierbij belangrijk en was ook te zien, zegt Eingaard. Volgens hem is het werk van een aflegger belangeloos, want het is eigenlijk een roeping. Vandaar dat er speciaal een dag wordt uitgekozen voor deze groep werkers. De erkenning hebben de dinaris nodig om verder in hun werk te gaan. Er zijn nog steeds zaken die belemmerend zijn voor dinaris. Vooral dat ze met hun werkgever in conflict raken als ze moeten afleggen of wat moeten gaan doen. Waardoor wij eigenlijk een tussenweg zoeken om dat door te breken, dat de dinaris hun werk vrij af kunnen doen. Denkt u dat er een oplossing komt? Die oplossing is voor het grijpen. Wij moeten het invullen en met de overheid aan tafel gaan zitten om dit te doen. Vandaag kunnen we praten over een succesvolle dinari. Het is succesvol. Het is dinaris, broers en zusters. U ziet het, ze genieten van elkaar en genieten met elkaar. En we zijn voor elkaar hier. Daarom is altijd succesvol. Gerold Eingaard, waarnemend voorzitter van de Federatie van Afleggers in Suriname. Hij sprak gisteren tijdens de 9e Dinari Day, die gevierd is op het complex van Nax aan de Thompsonstraat.